Goed nieuws, het is zaterdag en wij gaan nu op weg naar de Horse Store. Wij gaan zoutblokken kopen voor onze paardjes. Yes, yes. En Tess gaat met Daan van de Horse Store een winactie doen, dus wij zijn nu onderweg. Yes, en ik heb vanmiddag les. Ja, vanmiddag hebben we om 4 uur, dat willen we elke zaterdag om 4 uur op Instagram gaan doen samen met de Arphoeven. De ene week op het kanaal van de Arphoeven en de andere week op het kanaal van de Hart van Paarden. En dan op Instagram. Instagram. Maar we gaan in ieder geval gezamenlijk met de Arphoeven, met de mensen die kunnen, om 4 uur live. Leuk. Op de zaterdag dus. Nou, leuk. Morgen heb je een clinic. Ja, zeker. Kijken dat we daarvan kunnen filmen. We mogen filmen. Ja. Ik weet alleen nog niet of we geluid mogen gebruiken. Ja. Nou, dat horen we dan wel weer. Het is weer eventjes later. We hebben 2 zoutblokken, 3 t-shirtjes en ik heb nog kwikknots, maar dan XL, want die kleine die passen niet in Blondie's manen, want Blondie heeft te dikke manen. Dus ik hoop dat dit nu wel past. Nou, en morgen is Gerdien daar, hè? Daar. Dat is gewoon een les, een clinic, dus daar hoef je jezelf geen zorgen om te maken. Hè? Of je nou heel goed rijdt of heel slecht rijdt, daar geeft Gerdien niks om. Die gaat gewoon kijken hoe jij op dat moment rijdt en die gaat jou daar dan bij helpen. En ik denk dat Gerdien veel hetzelfde gaat zeggen als ik, maar Gerdien is altijd van wat meer, die zit er altijd wat dichter bovenop. Ik kan nog wel eens denken, hè, doen we vandaag even rustig aan, kijken of het morgen lukt. En Gerdien die is dan niet dat het nu per se direct moet gebeuren, maar die is wel, die zal je harder achter je broek aan zitten, denk ik. Dus maak je vooral geen zorgen erom, hè. Het is geen wedstrijd morgen. Ze komen je ook niet scouten voor het Nederlandse team. Het is gewoon iemand die een keertje met je mee komt kijken, om te kijken waar of ik wijzer van word, of jij wijzer van wordt, dat zij misschien niet ziet waar we aan moeten werken, dat ik denk, oh ja, daar zijn Tessa en Blondie eigenlijk best wel aan toe, weet je wel? Dus daar kan je gewoon vannacht lekker over slapen. Je gaat er gewoon in, je gaat gewoon lekker, dat zullen ze altijd als je een clinic hebt, zeggen ze altijd, hè, wat is je niveau, stel jezelf even voor. Ga gewoon lekker rijden en ik spring vanzelf een keertje in. Ga niet anders rijden als dat je normaal doet. Gewoon lekker rijden, lekker met je gevoel, wat wij elke dag ook doen. Ik zal er ook zeker in het begin even bij staan. Dat ik even jullie ook een beetje voorstel, waar wij door de week aan werken. En dat ik dat met Gerdien even overleg. En dan ga je gewoon lekker beginnen. Goed, hou je been mooi lang, hè. Dus let op dat je niet alleen je hak uitdrukt, maar eigenlijk in je hele heup een beetje naar links zakt. Goed zo. Want als ik dan ook zo onder haar buik kijk, zie ik dat jouw rechterhak een beetje lager is als je linkerhak. Je moet eigenlijk zeg maar zo zien, als ik zo kijk, dan zie ik wel jouw rechterhak. Maar ik denk als ik aan de achterkant sta, dat ik niet aan de andere kant, dat ik niet jouw linkerhak zie. Dus dan moet je je eigenlijk vanuit hier al een beetje naar links laten zakken. En jij gaat met je teugels goed voelen waar die schouders zijn. Gerdien zal het morgen ook 100 keer over tempocontrole hebben en over schouders. Goed zo. En blijf in die nek en je schouder en je elleboog, die mag soepel blijven. Hè? Die, omdat... Je moet zeg maar zo bedenken, als jouw nek soepel is en jouw schouders en jouw ellebogen bewegen, daardoor kunnen jouw handen stil zijn. Jouw handen kunnen niet stil zijn als je schouders vast zijn. Die schouders en die ellebogen die mogen bewegen, om te zorgen dat je handen mooi stil kunnen blijven. En blijf met dat tempo spelen, hè? Zelfs als je van hand verandert, dat jouw benen die kunnen dus zeggen tegen die achterbenen, jullie moeten doorgaan. En dat jouw zit zegt, ho vriendinnetje, maar niet harder. Maar wel die achterbenen naar voren, maar niet harder. En dan ook nog die neus de goede kant op wijzen. Ja, ja, zonder dat we hem korter maken, want dan krijgen we dat lelijke knikje in de hals. Goed zo, daar ja. Ja, goed zo. Ja, heel goed, heel goed. En dan als ze eigenlijk nog steeds een beetje strak blijft in de lijf, nou doe je een keer een voltetje kleiner maken, een voltetje groter maken. Maar je blijft dus daar haar in haar lijf een beetje activeren. Zo ja,
Zo, ja. Om je rechterkuit, om je rechterkuit. Daar. Terwijl jouw benen en jouw hand eigenlijk hetzelfde blijven doen, zegt jouw zitwerker. Ho, rustig. Niet om je rechterbeen. Voordat ze dan een beetje tegen de binnenkant hangt. Goed zo. Dus dan druk jij ze meteen met dat rechterbeen een beetje van die rechterkant af. Goed zo. Heel mooi dit, Tess. En heel goed voelen. Jouw hand kan het best inwerken en stil zijn op zijn plek als jouw elleboog en je schouder soepel is. Soms om een bepaald lichaamsdeel stil te houden, moet een ander lichaamsdeel wat meer bewegen. Ja, heel goed. Dit is mooi zo. Dit is mooi zo. En dan vang je het weer een beetje op. En dan voel je meteen, ik vang nu iets op. Wordt ze dan meteen lui of blijft ze actief? Actief is iets anders dan hard gaan, hè? Dat weet je. Goed zo. En als het even niet meteen lukt, mag je daar best even weer zo'n discussie aangaan, hè? Zonder dat je boos wordt, maar dat je even zegt, hey vriendin, we gaan het hier wel even afmaken vandaag. Zo, ja. Goed zo. Ga je zo weer van hand veranderen. Oh. Goed voelen dat ze om dat been blijft. Daar. Dus niet te veel die mondhoeken willen sturen, maar die schouders sturen. En die achterbenen de goede kant op rijden. Dus let ook goed op haar hoofdje. Hè? Kijkt ze heel makkelijk naar links? Of is dat omdat ik juist die neus naar links vraag? Dat kan ook zo zijn, hè? Dat je bijvoorbeeld net omdat ze wat meer gewicht aan links geeft, dat je juist dat neusje een beetje naar links toe houdt. Goed zo. Heel mooi dit. Heel erg mooi dit. Voelen dat je mooie navel een beetje inhoudt. Dat die onderrug mooi los is in de galop. Goed, zodat zij dat eigenlijk ook een beetje van je overneemt, hè? Goed zo, Tess. Ja, en als die zakt, dan druk je met je kuiten weer die achterbenen een beetje naar voren, hè? Kijk, we willen hem niet omhoog niet en niet naar beneden niet. Goed zo, schouders soepel. Ja, heel goed. Die overgangen worden beter, hè? Goed zo, dit is heel mooi. En dan meteen weer voelen. Heb jij de controle? Dus bepaal jij hoe ver ze naar voren gaat en bepaal jij hoe ver ze terugkomt. Ja, en ze mag hier niet korter worden in de hals, anders dan krijgen we dat knikje. En dat vindt zij moeilijk, hè, om dat met die achterbenen over te nemen. Dus dan doet zij zelf, hè, dat doe jij niet altijd, dan doet zij zelf ook een beetje dat knikje maken, want dat is makkelijker. Goed, dan hoeft ze net haar rug niet op te bollen en net haar achterbenen niet te gebruiken. Dus hier is het alleen maar zaak, dus alleen maar belangrijk dat jij die achterbenen aan de gang maakt. Meer activiteit in de achterbenen, dus niet harder, maar meer power en kracht in die achterbenen. Dat jij steeds een beetje zegt, hey, dametje, vlug zijn. En op je zit zeg je, ho, ho, niet hard. Maar wel vlug blijven, maar ho, ho, niet hard. Maar wel vlug blijven, zonder dat je dat aan de voorkant kunt veranderen. Goed zo. Goed zo. Super, super. Goed zo. Nou, lekker uitstappen zo hoor. Goed zo, hartstikke lekker gereden. Morgen ga je gewoon precies hetzelfde rijden. Top, geen dank. Terug. Je mag niet de corona veranderen. Het is inmiddels een tijdje later. Ik ben hier samen met Verona. En samen met Blondie. Die nog steeds bezig is met haar wortels opeten. En Cas. Ik heb net hapjes gegeven. En ik heb over 7 minuten een livestream. Ik heb wel één klein probleempje. Ik heb wel de lader van Clive gejat. Clive, dankjewel. Maar mijn telefoon is nog maar 43%. Dus ik hoop dat hij het hele livestream gaat volhouden. Ik heb even van de Horse Store een leuk t-shirtje aangedaan. En nu hopen dat mijn telefoon het volhoudt. Ik heb even snel vliegtuigmodus gezet. En dan ga ik zo de livestream doen. Nog 5 minuten, dus telefoon. Ik doe het met de procenten die je nu hebt, 45%. En dit gaat me lukken. Hoi! Het is zondag. Wij zijn op weg naar de manege. Want ik heb zo clinic van Gerdien, de juf vandaan. Gaan we nu naar stal toe, ga ik Blondie even mooi maken. Jij gaat een rondje rijden en dan zie ik jullie zo op stal.
Kijk, ik heb natuurlijk al kwiknots en ik heb nu grotere kwiknots. Kijken of dat beter werkt. Want Blondie heeft dikkere maal dan wat ik dacht. Dit is wat groter. Dus kijken of dit wel werkt zo. Nou. Oh. Oh. Halleluja. Ik ben echt even trots. Oh, ik heb er best lang over gedaan eigenlijk. Nou, dat ging toch eens een partij snel? Ik heb nog nooit zo snel geknot volgens mij. Kijk! Tadaa! Ik heb Blondie inmiddels helemaal opgezadeld. Boef is schoongemaakt, peeskappen om. Ik weet niet of ik die om mag houden, maar ik heb ze gewoon voor de zekerheid omgedaan. 3 minuten wachten en dan gaan we naar de bak toe. Wij gaan nu naar huis toe. Ik heb net les gehad en het ging echt wel heel erg goed. Ik heb weer aan heel veel dingen gewerkt en ook weer nieuwe trucjes geleerd. Paarden hebben nog even in de bak buiten gestaan. En dat is wel heel fijn, dat is nieuw bij de Arkhoeve. Dan mogen 2 keer per week mogen de paarden in de buitenbak. Dan hebben ze natuurlijk veel meer ruimte om even te rennen en te dollen en te doen. Ja. Dus dat is wel heel erg lekker voor ze. Zeker nu ze nog niet het land op kunnen. We gaan naar huis. Goedemorgen, middag, avond. Het is vandaag maandag. Ik ben samen met Verona. Het is maandag, dus dat betekent dat ik Verona weer ga rijden. Dat doe ik meestal op maandag. Het is buiten ook wel echt heel erg warm. Het is de aankomende 2 dagen rond de 20 graden volgens mij. Dus dat betekent dekentjes af. Ik ben nu ook even mijn Blondie dekentje aan het afdoen. Maar nu ga ik Verona maar poetsen, opzadelen en dan zie ik jullie hier zo. Het is vandaag een dag. Maar welke dag? Het is vandaag dinsdag. En het is vandaag 20 graden. Het is echt heel erg warm. Dus ik ga zo naar zadel rijden en ik had op TikTok al voorbij zien komen. Ik heb echt weer zin in de zomer en dat soort dingen. Ik heb heel veel zin in de zomer, maar één ding is wel heel naar aan de zomer. En dat is, hier zie je nu al die bultjes van de vliegen, want vliegen steken. Er komen waarschijnlijk ook weer die muggenbulden en ik haat muggenbulden. Die ga ik overal... Ja, want vorig jaar, toen het heel erg warm was, dat ik overal muggenbulden. Daar ging ik zo lekker aan krabben met mijn vieze vingers. En toen had ik krentenhart zo over heel mijn gezicht heen, zo... Ja, dat vond ik wel minder leuk in de zomer. Maar behalve de vliegen, balknetels en dat soort dingen vind ik de zomer hartstikke leuk. Maar ik ga Blondie even zomaar zadel rijden. En jullie gaan with my name. Zo, ik zit inmiddels op Verona. En ik zat natuurlijk te denken, ik kan natuurlijk op Blondie springen zonder zadel. Maar kan ik dat ook op Verona? Dus... Ik ga het ook gewoon proberen. Corona is echt te groot en het is te warm. Ik kan er helemaal buiten adem van alleen op springen. Eigenlijk is het best groot zo. Dit ligt niet verkeerd zo. Ik ga nu maar even verder stappen. Nog 10 minuutjes. Het is weer donderdag, dus dat is springavond. Tessa is al helemaal ready to go met Blondie. Die heeft al een stukje losgereden. Dus daar kijk ik nog eventjes met mee. En dan gaan we lekker springen. Iemand anders heeft vandaag het parcours voor mij gebouwd. Die gaat vanavond ook nog springen. Dus we hebben ook 2 eventing elementen erbij. Dus als het springparcours goed gaat, dan doen we daarna ook wat eventing hindernisjes. Dus zoals we hier naast mij zien, deze leuke, ik weet niet hoe het heet, driehoek. En daar de rode en witte blokken. Lekker zitten. Been lang. 2 teugels, 2 benen. Super! En kijk je bocht door.
Mooi met je buitenteugel, buitenbeen, die schouders sturen. En weer voelen, hè? Is die beugel onder de bal van mijn voet? Zijn mijn knieën soepel? Zo, ja. Heel mooi gereden. Goed zo, dat je hier niet je best ging zitten doen, hè? Je ging gewoon lekker meerijden. Heel goed opletten, Tess, dat je net op de sprong net niet voorover valt. Hou de balans op de bal van je voet en die knieën soepel. Ja, goed zo. Blijf met je kuit aanvullen. Goed, dat je voelt dat de galop voorwaarts blijft. Goed zo, ja. Voelde je nu een verandering? Welke was dat? Heel goed. Heel goed. Buiten teugel, buiten been. Buiten teugel, buiten been. Goed zo. Knieën los, makkelijk zitten. Merk jij dat ze een beetje uit de bocht vliegt? Merk jij dat ze hier een beetje uit de bocht vliegt? Kun jij dat oplossen met je linkerbeen? Hé, hey, dat scheelt een hoop. Heel goed. Twee teugels. Dus dat je ook voelt, heel bewust voelt met je teugeldruk, dat je niet aan één teugel aan het sturen bent, hè? Dat je hem echt met twee teugels begeleidt. Super gereden. Even stappen. Wow. Geeft niks. Ik vond wel dat je er heel goed naartoe reed. Twee teugels. Makkelijk zitten, hè? Dus als ze een beetje te veel haast krijgt, verander dat dan in je eigen lichaamshouding ook. Even aan. Goed zo. Dus krijgt ze haast, ga dan zelf rustiger zitten, hè? Goed zo. Ietsje rechter houden. Mooi gereden. Braaf. Kijk naar de M, kijk naar de M. Goed, super. Nou, dan pak je weer die blauwe. En dan kom je eerst over die rood-witte. Precies op deze manier blijven rijden, Tess. Dus jij blijft heel los in je lijf. Dat je je hulpen kan geven. Je hebt balans op de bal van je voet. Je kuit is eraan dat je een keer een beetje aan kan drijven als je voelt dat ze te veel terugkomt. En been. En been. Ja, goed gereden. Doe die nog een keer. Ontspannen zitten, hou je kuit eraan. Super. Recht. Blijf corrigeren. Braaf meisje, even een keertje belonen. Goed zo. Ja, daar. Dat als je voelt dat ze helemaal een beetje gespannen is, dat je gewoon een keer over de nek kriebelt, hè? Dat je zegt, rustig maar meid, is goed. Ook als je naar dat dingetje toe rijdt en jij denkt, je wordt zelf ook een beetje onzeker, moedig er dan gewoon een beetje aan, hè? Kom maar meisje, kom maar meisje, kom maar meisje, kom maar. Ja. Wieha, dat was toch een halve sprong. Geeft niet. Rechtsaf en nog een keer. Kom maar meisje, kom maar. Ja, goed zo en belonen. Nog één keer Tess en dan even stappen. En dan toch hier ook voelen, hè, dat als zij zich opspant, dat je niet meespant, maar dat je jezelf leert om los te zijn en je hulpen te blijven geven. Goed zo meisje en even goed belonen. Goed hoor, hartstikke goed. Ook naar een gewone hindernis, hè? Als jij opspant, zeg dan een keer wat tegen haar. Dat klinkt helemaal niet gek, hè? Dat mag gewoon. Zeker met springen. Kijk, niemand jou raar aan als je tegen je paard praat. Goed zo. Goed, makkelijk. Goed zo. Mooi hoor dit, Tess. Kom maar meisje, braaf hoor. Oeha! Nog één keer. Blijf begeleiden. Beetje rechterbeen, rechterbeen. Goed zo, hartstikke goed. Lekker uitdraven hoor. Hartstikke goed gereden zo. Ik vind Tess, in je basisparcours ben je echt veel beter gaan rijden, hè? Je kan gewoon lekker zitten. Kijk, en dat hij dan een keer zo'n hindernis eraf gooit, had hij zelf maar een gat hoger moeten springen. Maar dat is eigenlijk wel voor jezelf een goed teken, dat hij dus eigenlijk zo makkelijk galoppeert, dat hij gewoon vergeten is dat die hindernis een gat hoger hangt. Maar liever dat jij simpel galoppeert, dat hij een paar keer de balk aan zijn voetjes heeft,
dat hij zelf verzint, oh, daar komt een hindernis. Even inschatten hoe hoog die is en hoger springen. Als dat we nu zeggen, daar moeten meer been gaan geven, want hij moet hoger springen. We willen het liefst die paarden leren dat ze dat zelf ook een beetje in kunnen schatten. Goed hoor, hartstikke goed. Lekker uitstappen. Toppie, geen dank.